Volgende week zondag, 21 augustus, hoopt in de morgendienst dominee Volk uit Alblasserdam en in de avonddienst dominee Klaassen uit Arnhem-Muiden voor ons voor te gaan. In de morgendienst is dan bediening van de heilige doop. Er zijn deze dienst 3 collectes die u bij de uitgang of via de app kunt geven. De eerste collecte is voor kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. En de derde in de zwarte busjes bij de uitgang is voor de zending. Aanstaande woensdagavond tussen 8 en 9 uur is voor de dorpsbewoners, andere belangstellenden en ons als gemeente een koffie- en een bezinningsavond waarbij de historie van Sint Jansland en de kerk centraal zal staan. In de voorbeden en dankzij denken we aan Auke Heijboer. Die werd deze week opgenomen in het ziekenhuis en mag vanmorgen weer mee naar huis. Bidden we voor hen die te maken hebben met natuurrampen en de gevolgen daarvan. En we bidden voor mevrouw Bolle van der Maas. Die wordt morgen geopereerd aan haar knie en moet 1 nachtje in het ziekenhuis verblijven. We wensen u en jou een gezegende dienst toe. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst voort met het zingen van Psalm 74, daarvan de eerste 2 versen. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Een bange vraag die daar de dichter en de psalmist zo stelt en waarop ook antwoord komt. Psalm 74... de verzen 1 en 2.
Gemeente, na wetslezing en samenvatting, dat we samen zingen psalm 119, bij uitstek de psalm over de wet, dan het 17e vers en het 18e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat daar verder staat in psalm 119, vers 17 en 18, direct in aansluiting op het amen van wet en samenvatting. Gemeente, buigen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden en zei, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, zomaar leeg, nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen... heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Heer Jezus vatte dat desgevraagd door een wetsgeleerde, vatte dat samen in de hoofdsom, zeggende, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is een enig God. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Gemeente, aleer we samen lezen uit de Bijbel, is het nodig dat we andere ogen krijgen. Ook een ander oor om te luisteren en vooral een ander hart om te vernemen en te doorgronden. Voor zover de Heere zich in zijn heiligheid laat doorgronden en zich te kennen geeft, zullen we vragen of dat de Heilige Geest ons zo wil voorbereiden. Getrouwe, eeuwige en almachtige God, dat uw geest ook deze morgen zou komen en waaien deze hof dooreen, opdat meegenomen mocht worden alle verblinding die zich verkoopt als licht, alle verdoving die zich verkoopt als luisterend, en alle verstoktheid die zich verkoopt als de souplesse van het menselijk denken. Heere, neem het mee op de ademtocht van uw geest, opdat het van ons afgenomen mag worden wat ons zo op kan sluiten in dat eigen ik en daarmee alleen te blijven met eigen verstand en eigen zicht en eigen gehoor. Heere, versteek ons niet van uw waarheid, spreek dat vanmorgen zelf. En mogen we vernemen, Heere, dwars door alle menselijke beletsel, door alle belemmeringen heen van ons natuurlijke bestaan, mag daar dwars doorheen de kracht van uw geest werkzaam zijn en uw woord levend maken. Dan wilt u ons deze ochtend bij de Heer Jezus brengen. En brengt u de Heer Jezus bij ons. Als op een kruispunt tussen de hemel en de aarde. Waarin uw Zoon, de Mensenzoon, werd. En zo verbonden raakte met ons leven. Dat zijn oog en ons oog. Zijn oor en onze. Zijn hart. En dat van ons aan elkaar kwam te raken. Mag dat ook deze ochtend gebeuren, Heere. Als we luisteren mogen naar zijn woord en onderwijs. Maak het ons bekend meer dan verstandswerk. Meer dan alleen maar datgene wat we eventjes opnemen en plaatsgeven in ons logische denken. Of dat we daarin als een soort verwondering, een metafysische werkelijkheid scheppen en daaronder onbewogen verder leven, onveranderd. U wilt spreken tot een roepstem die trekt uit de duisternis vandaan. U wilt de weg openen, Heere, die tot uw wonderbare licht leidt. Zoudt u ons zo mee willen nemen, groot en klein? Hier in de kerk, thuis, verbonden, meeluisterend, kijkend misschien. Bind ons zo samen en vestig ons leven in datgene wat we beleven, ontdekken mogen. Laat uw woord zo ons leven te kennen geven. Dat we zien als in de spiegel van uw wet en daarmee moeten concluderen dat ons leven geen kracht in zichzelf heeft, geen hoop, geen grond, geen uitzicht, geen licht en geen waarheid, dat het ons aan alles ontbreekt en dat u daarom juist zo zou willen overkomen om alles te schenken wat nodig is. Nodig tot eer van uw naam, tot grootmaking van uw koninkrijk. Wat staan we daar ver vandaan, Heere? Wat is dat ver buiten onze belevingswereld? Wat zijn we dat kwijtgeraakt? Wat dolen we rond op deze wereld, zoekend, trachtend, om de zin en de betekenis weer te vinden en het is alles zo hopeloos. Het is alles zo teruggeworpen te worden op ons eigen ik. En daarmee in die eenzaamheid te verkommeren als in een gevangenis van schuld, van zonde. En daarmee een doodlopende weg. Heere, wilt u vanmorgen roepen?
zodat uw roepstem, die het slechts hoeft te spreken en het is er, dat uw stem die het gebied en het zal er staan naar uw heilige wil en mening, ons hart zou mogen raken. Zo van steen, zo dik, zo zwaar, zo moeilijk. Ons oor zou mogen doorboren, zodat we niet alleen meer luisteren naar het menselijke, naar het tijdelijke en vergankelijke, maar dat er een oor geboren mocht worden wat zich spitst op u en op uw weg, op uw koninkrijk. En een oog, Heere, dat zich op mag slaan tot boven en opwaarts mag zien en zoeken naar de dingen die u zijn, die van God zijn en goddelijk. Heere, mogen we zo vinden een nieuw leven. Een leven in de dienst van uw toekomst. Een leven tot een getuigenis van uw waarheid. Grote dingen, Heere, want recht hebben we niet. En enige aanspraak kunnen we niet maken. Grond in ons leven, alles ontbreekt. Maar we mogen pleiten vanmorgen op de eer en de heerlijkheid van uw naam. Heere, neem nog reden uit uzelf om ook deze ochtend nog om te kijken naar mensen zoals wij. Mensen die niets te bieden hebben, die niets kunnen aanbrengen. Mensen die niet in de opbouw zitten van uw toekomst, maar afbrekers, in de weglopers, zij die eerrovers van u zijn. Ziet u ons nog aan, Heere, opdat in het licht van uw aanblik ons leven mag worden overtuigd van onze zonde, de gerechtigheid mag neerdalen en dat alles mag staan als een spoor dat uitloopt op de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd. Heere, zegent u zo deze morgen. Vervul de dienst tot eer van uw naam. En wees zelf zo bij ons. Twee of drie in uw naam. Naar waarheid samengekomen. Komt u zelf, Heere. En gaat u ons voor. In die ene weg die de waarheid is in het leven. Zegent u zo uw eigen werk. Door en in ons bestaan. Dat bidden wij u. In de vergeving van alle zonden, ziende op Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de schriftlezing is eindelijk deel 2 op het voorgaande Jesaja 6. Lezen nu de vervulling van de profetie van Jesaja 6... die u kunt vinden opgetekend in het evangelie naar het getuigenis van Matteüs. Het 13e hoofdstuk waar de Heer Jezus Jesaja aanhaalt. En wel de versen 10 tot en met 17. We lezen samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Matteüs 13, vers 10 tot en met 17. Waar geschreven staat aldus, en de discipelen tot hem komende, zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan,
opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardig hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, al eer we samen in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest daarover na willen denken, deze, ja, wat zou de wereld zeggen, deze cryptische uitdrukkingen van de Heer Jezus. Hij die heeft zal overvloediglijk krijgen, in overvloedige mate hebben. Hij die niet heeft, van dien zal genomen worden. Ook wat hij dan nog heeft, zal worden afgenomen. Wat betekent dat nou allemaal? Van die korte, raadselachtige, spreukachtige woorden. Het verklaart heel wat, maar we moeten er wel even de aandacht bij houden. Dat zou wel lukken met deze warmte toch zeker. U zit er rustig bij. Hou het een beetje rustig en probeer te volgen wat de Heer Jezus ons vanmorgen hier wil zeggen over het gebruik en de betekenis van de gelijkenissen. We zingen ter voorbereiding. Niet zo'n makkelijke psalm, maar u hebt een hele goede organist, dat heb ik al lang gehoord. Psalm 115, de versen 3 en 4. Zij hebben wel een mond, daar heb je die mond, doch die niet spreekt. En zij hebben ook ogen, daar heb je die ogen weer. Doch waaraan het gezicht ontbreekt, het licht kan hun niets ontdekken. Let u op die menselijke vermogens in Psalm 115. Ze hebben wel ogen en oren, mond en neus, keel en alles wat er is en erop en eraan zit. Maar eigenlijk kunnen ze er niets mee. Psalm 115, de versen 3 en 4 ter voorbereiding op de preek.
Gemeente, na het amen van de preek, zonder verdere aankondiging, dat we dan samen zullen zingen Psalm 139, vers 4 en 5. De nabijheid en de innige verbondenheid met de Heere die de Schepper is, ook van uw en mijn leven. Psalm 139, de lof op het verbond van die God die nooit laat varen. De versen 4 en 5 van Psalm 139, direct in aansluiting op het amen van de preek. In de catechismus, u wel bekend, staat dat de profeet bij uitstek de dienstbaarheid is, het ambt van profeet, om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te openbaren, het verborgene van de hemel. En dat bij uitstek die profeet daarvoor een middel ter hand gesteld krijgt om daarmee werkzaam te zijn, om die geheimenissen, om die dingen die zo haaks op ons leven staan, waar je van nature geen kennis aan hebt ook, om die als het ware dan maar met een middel aan te duiden, zodat er een bemiddeling plaatsvindt in de vorm van de gelijkenis. U zegt, oh, dat is makkelijk. Een gelijkenis, oh, dat is een makkelijke preek van, maar we zijn dat van die Van Rooyen wel anders gewend. Die had altijd van die moeilijke gedachten. Nou wordt het een keer makkelijk, kijk u nou uit. Want de gelijkenissen zijn nooit, maar die worden wel makkelijk als we gelijk zeggen, oh, dat is dit en dat. Als we ze gelijk inpalmen en in ons menselijke verstand en in ons menselijke klein denken, als we ze daarin direct een plaats geven, ja, dan zijn ze makkelijk. Maar is het daarvoor wel bedoeld? Heeft die profetische werkzaamheid in de gelijkenissen niet iets anders op het oog dan dat het alleen maar een makkelijk gelijkenisje is, een makkelijk beeld zo uit het leven gegrepen? Daar gaat het vanmorgen over. Als de discipelen van de Heer Jezus, de leerlingen, vragen, waarom spreekt u nou eigenlijk in gelijkenissen? Waarom altijd dat raadsel? Wij houden daar niet van. Wij zijn een beetje wiskundig ingesteld natuurlijk. Hè? Wij houden van de directe weg. Niet die omwegen allemaal. Niet die rare raadselachtige dingen waar je niks van begrijpt en waarvan je de wenkbrauwen op moet trekken. Wij houden van, zeg het nou maar ronduit, eerlijk, recht voor zijn raap. Maar dat kan niet. De Heere kan dat niet meer zeggen. Als dat recht op ons hart afgevuurd zou worden, als de Heere onbemiddeld zou spreken, dan zouden wij op hetzelfde directe moment weggestormd worden van voor zijn aangezicht. Vergeten we vaak. Er is iets gebeurd in die verhouding tussen de hemel en de aarde. Waarom nou toch die gelijkenissen? Waarom die bemiddelende voorbeelden, beeldspraak? Waarom die parabels, zo worden ze ook wel genoemd. Meshalim zegt ook het Hebreeuws. Want het werd al gebruikt in het Oude Testament, volop. Allemaal gelijkenissen. Waar gaat het dan over? Een gelijkenis. Ik zie de jongens en de meisjes al zitten te kijken, die denken, wat wordt dat vandaag? Zou het weer zoiets moeilijks worden? Ik zit eens even te kijken. Kijken jullie mij nou eens even aan met je ogen, hoor. Even kijken. Met je ogen kijken, hoor. Dat zijn jouw ogen. Wat zie je nou? Hè? Wat zie jij nou? Als je zo kijkt hier. Ja, nou, ik zie een en al glimworm. Ik zie een en al dit en ik zie een en al dat. Ik zie ik. Nou, vooruit. Dan nemen we wat anders. Laat je oren eens even, raak je oren eens even aan. Raak allemaal je oren eens even aan. Ja, de kinderen dan hoor. Even je oren aanraken. Doe dat dan eens. Dat mag hoor, nou eventjes. Ja, wat hoor jij nou? Ja, wat hoor je nou?
Vanmorgen hoorde ik alweer een ziekenauto op de weg gaan. Die kan je hier helemaal horen. Vanmorgen hoorde ik ook nog vogels fluiten. Vanmorgen hoorde ik... Ik hoorde. Wat hoor jij? Ja, ik hoor uw knarsende stem. Wat hoor je nog meer dan? Ik hoor wat geroezemoes en gezucht onder de warmte natuurlijk. Wat hoor ik? Ik hoor ik en ik alleen. Nou, dan gaan we nog wat anders. Er zit ook een hart in, hè? Zit dat links of zit dat rechts bij jou? Waar zit dat hart? Dat kan je voelen, hè? Heb je het wel eens gevoeld? Dat klopt. Dat hart zit aan de linkerkant van je. Ik ga het eens even voelen. Dat klopt, ja. Het klopt. Dat hart, dat verstaat. Dat verstaat de dingen. Ik versta, wat versta je nou? Kan je me wel verstaan? Begrijp je het wel? Dat doe je met je hart. Ik versta. Ik, met mijn hart, ik. Dan hebben we al 3 keer ik gezegd. Is er nou ook een keer de vraag, wat zou die ander nou willen laten zien? Wat zou die ander nou willen laten horen? Wat zou die ander je nou willen laten verstaan wat van zijn kant is? Wat zou de Heere God je nou willen vertellen? Eer dat je met die eigen ogen gaat kijken, eer dat je met dat eigen oor gaat luisteren, eer dat je met dat eigen hart je eigen verstand tot de maat van de werkelijkheid maakt, eer dat je dat eigen ik als raster ertussen zet, eer dat je jezelf opsluit in je eigen kleine denkpatroon, in je eigen kleine leventje, in je eigen verworpenheid en je verlorenheid, eer dat je jezelf nou opsluit in alleen maar wat je zelf dacht, wil Jezus ons vanmorgen laten vragen, Heere, wat zegt u nou? Geeft u me ogen om te zien wat u doet? En geeft u me oren om te horen wat u spreekt? Geeft u me toch alstublieft een nieuw hart, wat niet zo vervet is in zichzelf, wat niet zo verdikt is in zichzelf, dat het niet meer kan verstaan en begrijpen. Zodat we mogen verstaan, verstand krijgen van God en goddelijke zaken. Dat is een verandering, hè? We zitten altijd maar, ik zie, ik hoor, ik denk. En misschien dat daarom de discipelen wel vroegen, want er was ze iets opgevallen. Waarom spreekt u nou in gelijkenissen? Het profetische ambt van de profeet der profeten, de Heer Jezus Christus. Als u ze allemaal op een rijtje zou zetten, dan zou u zien dat 95%, dat is bijna alles, van de gelijkenissen die de Heer Jezus Christus ons laat horen, dat die altijd gaan over het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk van de Hemel, het Rijk van God, de schatkamer van de eeuwigheid. Dat wat het verst bij ons vandaan staat, omdat wij van de wereld zijn, omdat wij in de tijd leven, omdat wij zo vergankelijk zijn, gewoon mensen. Dat wat zo kwijtgeraakt is, dat het niet direct meer te begrijpen en te verstaan is. Zo kwijtgeraakt, want waar, u bent bijbelvast hier. Waar komt nou het eerst het woord gelijkenis in de Bijbel voor? Dat weten de jongens en de meisjes misschien wel, hè? Waar wordt dat het eerst genoemd? In Genesis 1. Het eerste hoofdstuk. Als de Heere de mens, als het pronkjuweel van zijn schepping, van zijn maaksel. Als de Heere de mens, als het juweel, als dat topstuk, zeg maar, van zijn werkzaamheid, dan maakt hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Zie je dat? In de staat der rechtheid toen alles nog goed was. Toen er geen blindheid was, geen doofheid of onverstand. Toen de zonde er niet tussen kwam en de scheur niet getrokken was. Toen alles nog recht stond, heeft God dat pronkjuweel van zijn maaksel met zijn beeld gezegend. Om het beeld van God te dragen. Voelt u hoe ver dat wegstaat bij je leven? Want nou hebben we het altijd over een mensbeeld. Nou hebben we het altijd over een wereldbeeld op school, bij maatschappijleer of godsdienst of ik weet niet waar. Bij filosofie, als je wat hoger opgaat, en zelfs de theologie, spreekt altijd over de godsbeelden en de mensbeelden. Maar in de staat van de rechtheid in het paradijs was de mens de bemiddelaar tussen de hemel en de aarde. Adam. Wie Adam zag, wie Adam naar de ogen keek, wie Adam hoorde spreken, wie Adam hoorde uitleggen, die kon vernemen wie de Heere is. God gaf zijn verbond om kennis te krijgen aan de schepper en onderhouder van alles. God gaf zijn heerlijkheid aan de mens mee door hem het beeld te laten dragen als een getuigenis, maar ook als een verbond. Want doordat de mens het beeld van God droeg, was er een ongebroken verhouding, kon de mens wandelen met de Heere en de Heere wandelen met de mens. Daar kwam niets tussen, daar stond geen bederf, daar was geen afstand, daar was geen bekoeling, daar was niks tussen. Dat was een hechte eenheid. God wandelde met de mens en de mens met God. Dat is het beeld. En die gelijkenis dan, die gelijkenis, zodat ik aan de manier waarop Adam leefde, als een getuigenis dat helder was en waar, kon zien wie de Heere is en zijn heerlijkheid. De mens was uitgerust om een bemiddelaar te zijn tussen de schepper en het schepsel. Om aan de schepping bekend te maken in doen en laten in heel dat leven wie de schepper is en wat hij wil. Om zo de glans en de majesteit van de Allerhoogste God, wat zal dat een gezicht geweest zijn? Vindt u niet? Hoe zal die eruit gezien hebben? Zoals de Heer Jezus Christus, maar dan opgestaan uit de doden. Wij hebben een masker opgekregen. Wij hebben liever het mensenbeeld gehad. En daarmee zijn we de zin en de diepe betekenis van het leven kwijtgeraakt. Er is iets gebeurd met de zondeval. Ik heb er een mensbeeld van gemaakt, waar Psalm 115 van zingt. Ik wilde met mijn eigen ogen kijken, ik wilde het zelf zien, ik wilde het met mijn eigen oren horen en daarmee de waarheid in pacht nemen. Ik wilde zijn als God, kennende het goed en het kwaad. Vindt u het raar dat er dan geen licht meer was, geen geluid, geen verstand? Dat er dan een breuk was in een mens die het beeld, de zin en de betekenis kwijt is. Wat ga je dan doen? Wat doen jullie nou, jongens en meisjes, als je nou een stukje speelgoed... Hè, vanmiddag wil je misschien gaan spelen met een autootje of met een pop. En dan zeg je, mama, dan zeg je, ik kan hem helemaal niet meer vinden. Ik weet heen niet meer waar die... Waar is nou toch dat autootje gebleven? Ik wou gaan spelen met dat en nou kan ik het niet meer vinden. Wat zegt mama dan? Dan moet je even gaan zoeken. Zoeken. De mens is gaan zoeken. Waar vind ik mijn verloren beeld? Waar vind ik de zin en de betekenis van mijn leven terug? De mens is wanhopig gaan zoeken.
om overal maar in die betekenis van je leven terug te vinden, hopeloos. Daar is alle afgoderij uit ontstaan, alle beeldsnijerij, alle afgoden, alle andere goden. Want we hebben wanhopig gezocht bij de zon om die af te beelden en daarvan het licht weer te gaan dragen. Bij de maan om daarvan een glimp te opnemen en daarvan weer te leven. We hebben het gezocht bij de sterren, we hebben het gezocht bij het water, we hebben het gezocht bij het land. We hebben het gezocht bij de bomen, bij de planten, bij de beesten. Alles hebben we willen aangrijpen om er goden van te maken. Maar niet kunnen vinden. Wie zal ons leven weer van dat echte beeld kunnen voorzien? Zodat we niet meer een mensbeeld dragen wat zo verwerpelijk is en zo'n aanfluiting. Een mens die alles verwoest, die egoïstisch is en zelfzuchtig en daar alles aan waagt. Een mens die zijn eigen goden maakt en die eigenlijk alleen maar mensbeelden zijn. Want uiteindelijk zijn al die beesten, al die planeten, al die landerijen en al die wateren zijn eigenlijk allemaal mensbeelden geworden, dat weet u, hè? Langzamerhand hebben we dat weer teruggetrokken naar ons eigen ik, om daar weer een beeld aan te ontlenen. Dan heeft het ook prachtige ogen, maar het ziet niks. Het heeft geweldige oren, daar zit u nou met uw oren, links en rechts, te luisteren. Maar we horen niks. We horen alleen maar ik. We horen alleen maar dat oordeel van die mens in zijn gehavende, verloren staat. We horen alleen maar die mens die met egoïstische neigingen denkt en oordeelt. Wat hoor je dan? Dan hoor je niks. Dan kijk je niet verder met die ogen. Ook die ogen niet die denken te kijken. Ja, maar ik zie toch. Nee, je ziet het niet. Dat is wat Jezus uit wil leggen. Met die bijzondere woorden, waarom hij spreekt in gelijkenissen. Want een gelijkenis is een bijzonder middel met een werkzaamheid dat Jezus uitlegt met die cryptische woorden. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenis, hij, over het koninkrijk der hemelen? En dan zegt Jezus, moet je opletten, aan u is het gegeven om dat te mogen zien, maar aan hen niet. Vind je dat nou wel eerlijk? Hoe komt dat dan toch? Waarom ziet de ene mens en de andere niet? Hoe komt dat dan toch? Dat die ene mens denkt het zelf te zien en ziet het niet, en die andere mens weet dat hij het zelf niet ziet en ziet toch. Dat is een verschil. Dat is een verschil wat nou precies zich laat ontdekken aan het gebruik van gelijkenissen. Jezus zegt, hij die heeft, die zal krijgen, die zal erbij krijgen. En zal in overvloedige mate mogen hebben. Als God je gegeven heeft. Niet meer met dat eigen oog te leren kijken. Niet meer met dat eigen oordeel te oordelen. Niet meer met die menselijke maat voorop. En aan de bovenste rij. Niet meer dat menselijke. Als God je heeft geleerd door de werkzaamheid van zijn geest om dat eigen ik eens even terug te draaien, is even een tandje lager te zetten, is eventjes niet wat je zelf vindt, wat je zelf denkt. Altijd van de duivel natuurlijk, hè? Die heeft dat vanmorgen ook al aan u gevraagd natuurlijk, hè? En wat vind je daar nou van? Dan komt die, hè, nou zitten we hier met onze kinderen, dan komt die verrooien dan toch nog met zo'n moeilijke preek aan. He, of allerlei andere oordelen, ik vind.
En straks drink u misschien nog een kopje koffie thuis en dan is de eerste vraag die je aan elkaar stelt. En wat vond jij er nou van? Wie stelt die vraag? Wat vond jij ervan? Wie is het die ons telkens weer terug wil werpen op wat we zelf hebben? Wat heb jij gezien? Wat heb jij gehoord? Wat heb jij begrepen? Wat heb jij verstaan? En dan komt die uitdaging, die aannemelijke wijze waarop de duivel ons telkens weer om de tuin wil leiden. Dan ga je toch weer vanuit je menselijkheid, toch weer vanuit dat eigen positie, toch weer vanuit dat kleine te min, toch weer vanuit die blindheid en die doofheid en dat onverstand iets zeggen. Wat ziet u nou van God vanmorgen? Als de Heer u dat geleerd heeft, om zo in de kerk te zitten, om zo de Bijbel te lezen, om zo in dit leven ook om je heen te kijken, om telkens weer die eigen ogen dicht te doen en te vragen om dat ontdekkende licht van wat God wil laten zien en tonen. Dat is een verandering. Dat is een overstap die je maakt. Wij horen zoveel, maar als we nou eens even niet vragen wat je zelf hoort, maar wat de Heere je laat horen, wat zijn woord spreekt en de diepe lading daarin, en wat hij te kennen geeft en daarmee je hart aanspreekt en raakt, dan zijn de gelijkenissen, hebben deze werkzaamheid. Als er een gelijkenis verteld wordt door de Heer Jezus, dan moet het u duidelijk worden of dat u iets heeft gekregen van de Heer, waardoor u het niet met die menselijkheid bemeet. Als dat zo mag wezen, als dat eigen ik nou eens even teruggedraaid, dan geeft een gelijkenis een rijkdom, want het geeft een zicht, niet met mensenogen, niet met menselijk licht, niet met menselijke maten, maar het geeft een licht op wie de Heere is en zijn koninkrijk. Dat betekent moed, dat betekent troost, dat betekent waarde, dat betekent groei, dat betekent terugkeer naar de eigenlijke zin van je leven, dat betekent alles tot in eeuwigheid toe het koninkrijk der hemelen. Dat is me nogal niet wat. Dat is de grote bestemming, dat is de grote toekomst, dat is waar de Heere naartoe wil. Langs die omweg van zondeval en diepte en uit het modderig slijk optrekken. De gelijkenis. Punt dit aan en wijst het. Hoe is dat? Als er een gelijkenis verteld wordt, zult u het dan beproeven? Zult u het dan nagaan? Of dat u mag luisteren met dat andere oor? Luisteren naar het woord van God, niet wat ik hoor, kijken naar datgene wat de Heere tekent voor ogen en verstaan met een hart. Ja, maar Jezus zegt er nog wat bij en dan wordt het moeilijk. Maar een gelijkenis heeft ook nog een andere werkzaamheid. Een gelijkenis kan ook afnemen. Als datgene is wat de Heere niet gaf en je hier alleen maar met je menselijke verstand en alleen maar met je menselijke zicht en gehoor zit, ja, dan ben je lang onderuitgeschoven en dan heb je lang al afgehaakt vanmorgen. Ja, dan wil het er bij mensen niet in. Kan het niet een leuker verhaal zijn op die kansel? Kan het niet een aannemelijkere prediking zijn, menselijk, wat ons tegemoet komt. En dan krijg je zulk gezeur wat we in de kerk natuurlijk hebben. He, wat wilt u hebben dat er gepreekt wordt? Wat wilt u nou eigenlijk? Dan krijg je zo'n beetje die enquêtes, weet u wel, ik zie u er niet voor aan hoor, om dat te doen.
He, dan komen ze bij de mensen, zo'n briefje. Wat wil u, waar moet er uit gepreekt worden? Nou, laten we maar eens gelijkenissen, die zijn lekker makkelijk. He. Dan kunnen we het makkelijk meenemen, dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Nee, maar kijk u nou toch uit. De verkondiging van het evangelie, het bekendmaken en de prediking van het koninkrijk Gods, is niet men vraagt en wij bieden. Daar zullen wij van nature nooit naar vragen, daar weten we helemaal niks van. Dat is geen werkelijkheid, als niet God. En dan komt er een gelijkenis. En die gelijkenis die maakt je bekend dat je dat niet hebt. Dat is ontdekkend. De gelijkenis zal je laten merken dat je nog zo met je eigen ogen kijkt. En die gelijkenis gaat door en de werkzaamheid daarvan is dat het je eigenlijk je eigen ogen ook nog afneemt. Nou, dat is een straf, zeggen wij. Is dat een straf? Is het een straf, gemeente? Dat de prediking van het evangelie in het algemeen gesproken, als het gaat over het koninkrijk der hemelen, dat je ogen blind maakt, dat het je oren doof maakt en je hart een onverstandig iets. Is dat een straf? Of is dat een dubbele werkzaamheid waarbij de Heere door middel van de gelijkenissen ons afneemt waar we zo door bedrogen en belogen zouden worden? Waardoor we zouden denken dat we een eigen werkelijkheid construeren en daar een grond in zouden kunnen vinden en menen dat we daar ons op zouden kunnen bekeren en dat de Heere ons daarop wel zou genezen? Nee toch? Als het bedrog wordt afgenomen, als de list van het egoïsme je als het ware uit handen geslagen wordt en uit je leven weggedaan, is dat een van de grootste zegeningen die je maar kan treffen. Want je raakt af van dat al te menselijke, van dat vanzelfsprekende en dat aannemelijke. Je raakt af van al dat menselijke gemotiveerde, van al die menselijke redenen. En u weet wel wat dat voor redenen zijn. Dat zijn vaak hele kinderachtige redenen. Dat zijn vaak ongeldige redenen. Dat zijn vaak onzuivere redenen ook. Als je daar nou van verlost mag worden, blind aan dat eigen oog, wat een zegen is het dan dat Jezus zegt dat het gebruik van gelijkenissen, dat het je zal afnemen, ook wat je dan nog hebt, je eigen ogen, je eigen oren en hart, ook dat wat je hebt zal je nog worden afgenomen. Wat hou je dan over? Niets. Dan hou je over ontdekt dat ik blind, doof en onverstandig ben. Wat een zegen. Wat een zegen is dat. Dat nou eens een keer al die binnenpraters tot zwijgen zouden komen. En dat de ziel stil mag worden om te vernemen wat de Heere zegt, laat zien en te begrijpen geeft. Begrijpt u een beetje deze cryptische uitdrukking van Jezus? Gelijkenis, als u wat hebt van de Heere gekregen, zal het dat voeden, zal het groter maken, meer. Maar als u het niet hebt, kom je erachter dat je het niet hebt. Alsof de Heere daar een roepstem verheft. Je hebt het niet, ik heb het voor u klaar liggen. Met de komst van de Heer Jezus Christus wordt zichtbaar hoorbaar in de gestalte van het vlees geworden woord, het koninkrijk der hemelen. Wat een zegen
dat in het aanzien van de Heer Jezus Christus, de tweede Adam, weer beeld en gelijkenis, dat in het aanzien van de Heer Jezus Christus het Koninkrijk der Hemelen zich als een levende gelijkenis aan u en aan mij vertoont. Met deze werkzaamheid, dat daar ontdekt zal worden of dat de Heer u op het oog heeft, of dat de Heer het u nog niet gegeven heeft. Een gelijkenis is altijd onderdeel van de uitverkiezing. Is altijd de beleving wat de Heer je gegeven heeft of niet. En zal dieper gaan en zal gebruikt worden om datgene wat de Heer in de weg staat aan ons eigen oog, oor en hart zal worden afgenomen. De grote zegen van de voorbereiding op het Koninkrijk der Hemelen is dat we onze blindheid zullen gaan zien, onze doofheid horen, ons onverstand zullen begrijpen en het ons als het ware als mens in een overtuiging van eigen onmogelijkheid, verlorenheid en toekomstloosheid op de roepstem van de Heer Jezus Christus bewegen om bij Hem in het aanschijn, bij Hem in het woord, bij Hem in de weg die Hij ging, een oog, een oor en een hart te krijgen wat verstaat, wat hoort en ziet. Daarom spreekt Jezus ze zalig. Uw ogen zijn zalig, zegt Hij. Dat betekent gered, grondtaal, gered, zoiets zo, Grieks. Gered zijn ze. Waarvan? Van het blinde oordeel. Want u moet zich dat nou voorstellen, dat je op die weg gaat, en de Heer Jezus beschrijft dat ook, dat u zich zou gaan bekeren op datgene wat u zelf hebt beleefd en gezien, wat zo subjectief is, en dat u daardoor zou denken dat u genezen zou worden. Moet ik dat genezen, zegt de Heer, als met een retorische vraag? Moet ik daarop ingaan? Kan niet. Hopeloos verloren. Een gelijkenis heeft een diepe selecterende werkzaamheid. De gelijkenis is als die spiegel die je leven weerspiegelt, zodat je niet alleen jezelf ziet als ontoereikend, als hopeloos en toekomstloos, zodat je niet alleen jezelf ziet als een verliezer van het ware beeld en daarmee een gelijkenis die niet deugt, zodat je niet alleen overtuigd raakt van zonde en schuld en ellende, overtuigd van een welverdiende dood, die drijft op de Heer Jezus aan, om in de spiegel van de Tora, om in de spiegel van de vleesgeworden wet, om in de spiegel ook vanmorgen van de 10 geboden, het licht te mogen ontvangen en een ander oog om mee te zien, een ander oor en een hart om te horen en te verstaan. Begrijpt u het een beetje? Zalig zijn uw ogen die Jezus mogen zien, die Jezus mogen zoeken, ook in de omgang met elkaar, ook in het rondom kijken op deze wereld, ook in het roeren van de mond, wat voor woord spreekt u? Mag het het woord zijn wat u vernomen hebt met een doorboord oor van de lippen van Jezus Christus, want Hij is bij uitstek de gelijkenis als de tweede Adam die het beeld Gods draagt en die de gelijkenis is naar u en naar mij toe. Dan ligt in Jezus Christus ook het moment van scheiding. Hebben u het wel gekregen? Dan is er voeding, dan is er groei en toename. Hebben u het niet gekregen, dan zal de Heer Jezus Christus je ook nog afnemen waar je zelf mee gekomen bent. Zodat het tot het nulpunt terugkeert. En er volop ruimte is in je leven
als hopeloze, als uitzichtsloze verloren zondaar, die geen enkele grond meer heeft en geen enkele reden meer in het eigen leven, die geen enkele zaak meer heeft om aan te brengen, geen enkele punt meer over van eigen ik, zodat je ook niet meer bang hoeft te zijn dat jij in de hemel komt of niet. Niet meer hoeft te worstelen zodat jij daar niet meer beledigd kan worden omdat de mensen dit zeggen of dat zeggen. Niet meer aanraakbaar wezen vanwege de omstandigheden en al die dingen zijn allemaal op het egoïsme geënt. Maar is er maar één zaak. Het koninkrijk der hemel, de lof voor de Heere, de grootmaking voor zijn majesteit. Is er maar één reden waarom je nog doet en laat. Waarom je zit en staat, spreekt en zwijgt. In heel je doen en laten, van dagelijks leven tot en met heel je bestaan. Dat het gemeente is, een grond vindt, een reden en een motief. Tot eer en de verheerlijking van Gods eeuwige majesteit. Dan is het koninkrijk der hemelen in uw leven aanwezig. Dan is de eerste stap gezet op weg waarheen de overste leidsman en de voleinder van het geloof u wil meenemen. Dan is er een zekerheid. Want alle twijfel is van mij en ik. Alle angst is van mij en ik. Alle reserves, alle terughoudendheid, alle schijnvoorzichtigheid, alle schijnheiligheid, alle schijngodsdienstigheid, alles is van ik, is weg. In het gebruik, in de aanraking met die grootste van alle gelijkenissen, de Heer Jezus Christus, de tweede Adam, beeld en gelijkenis, zodat dat vervette hart, Jesaja had het geleerd, zodat dat blinde oog, zodat dat dove oor, dat verdikte hart en dat toegesloten oog, nu eens ten einde is, bij het gebruik van elke gelijkenis, in de ontmoeting met Jezus Christus, zal dat worden beleefd. Zul je daarvan bewust worden en zul je het onderscheid mogen leren. Spreek ik nou met mijn eigen woord of mag mijn mond geroerd zijn? En als met dat kooltje vuur van Jesaja een ander woord gaan spreken, een mond buiten mijn eigen mond, mag ik met mijn ogen, kijk ik met mijn eigen licht? Of is het met de glans van die koninklijke majesteit vanaf Jezus Christus hier toegeschenen, mag daarmee dat oog iets anders aanschouwen en het hart. Dat hart wat zo vervet is, waar dat eigen ik zo telkens, dat hart, mag dat hart nou kloppen om die ene grote zaak, die voor tijd en eeuwigheid dezelfde is en waar het allemaal om gaat. In heel dat bestaan van u en van mij, in alle tijden die de Heere ons geeft, in alle beweging die we maken, dat hart nou mag kloppen. Om de grootmaking en de verheerlijking in alle aanbiddelijkheid van de eeuwige God, die de schepper is van hemel en aarde, die het al onderhoudt en in zijn genade zijn eer nog heeft gesteld, om de diepst gevallen zondaar, de meest verstokte, om de grootste van de bandieten op deze wereld, om de meest doodbrakende nog ten leven te leiden. En daarom gebruikt Jezus gelijkenissen. Ik hoop dat het u duidelijk is. De geest past het toe. Wie een oor heeft, zegt Jezus vaak, hè, na een gelijkenis.
Wie een oor heeft, en ik zag net aan de kinderen dat ze oren hadden, wie een oor heeft, die horen wat de Geest u hier zegt. Amen. Zullen wij samen bidden en danken.
Getrouwe heren, Jesaja had er vanmorgen bij willen zijn. Als Jezus komt, gekleed in het gewaad van zijn woord, als hij spreekt uit zijn hart, dat klopt om uw heerlijkheid en eer. Jeremia had er zo graag bij willen zijn, om nou dat uiterste van de mensenzoon, waarbij uw woord in vlees en bloed op deze aarde liet raken, zo dichtbij liet komen. Wat hebben ze ernaar verlangd, een Micha, een Zefania, een Ezechiël, een Daniël. Wat hebben ze ernaar verlangd, de profeten en rechtvaardigen, en hebben van een afstand moeten zien, een blik in de verte moeten werpen, om de Heer Jezus Christus te ontwaren. Maar ons hebt u hem geschonken, Heere, om vanmorgen hier in zijn woord te ontmoeten. En kwam hij om dat laatste sluitstuk van de weg, de terugweg, de weg der bekering, de weg van verandering, om die met ons te maken. Zo scherp liet hij vanmorgen de gelijkenis klinken naar zijn beeld en gelijkenis met de ontdekkende, met de onderscheidende, maar ook met die zegenrijke, bemoedigende, verrijkende werkzaamheid die ons afneemt wat tot ten dode leidt en die schenken wil op de grond van uw genade en wat u gaf aan de basis, de keuze die u maakte, Heere, om een zondaar op te zoeken en met een bijzonder onbegrijpelijke liefde te omhelzen en te trekken als uit de duisternis om mee te voeren door de woestijn van dit leven op weg telkens weer met de roepstem naar het beloofde land der eeuwen. Heere, we danken u dat u Jezus Christus gezonden hebt. En tegelijkertijd wilt u door de werkzaamheid van uw geest de ontdekking schenken in ons hart, opdat we niet langer hinken op die twee gedachten, maar één en al ingewonnen mogen worden voor u en voor uw koninkrijk, gewillig gemaakt om alles te laten strekken in ons leven tot eer van uw naam. Heere, dan is de gelijkenis terug. Dan mag de wereld aan ons leven gaan zien wie u bent. Aan de blik die we slaan. Aan het geluid dat we produceren. Aan het verstand dat we tentoonspreiden. Heere, schenk ons het licht van de gelijkenis, Jezus Christus. Opdat we in hem onze verlorenheid smaakten. De roepstem terug verstonden, de weg ter bekering mogen inslaan en bij hem de zegen mogen vinden om in zijn naam te leven met een nieuw hart, met verlichte ogen van het verstand en doorboorde oren. Heere, maak ons zo dienstbaar als gemeente, maar ook als particulier mens. Maak ons dienstbaar aan uw koninkrijk. Gemeente met de kerkraad, in deze tijd, op deze weg, in de omstandigheden die er spelen, de geschiedenissen die er zijn, u kent en weet, de zieken, eenzamen, rouwdragenden. Daarom bidden we, Heren, bidden we om dat getuigenis bij Auke Heiboer, de baby, nog zo klein, in het ziekenhuis vanmorgen naar huis gemogen, weer thuisgebracht,
Wat zien we, Heere? Menselijk geluk? Zien we alleen maar dat het een voordeligheid is? Of mogen we hierin? Wie bleef er wel in het ziekenhuis? Wie nam de ziekte op zich? Wie maakte die wonderlijke ruil? Dan zien we in het herstel van de kleine Auke, zien we het lijden van de Heer Jezus Christus terug. En zien we de wisseling, omdat u dat ons voor ogen stelt, in de gelijkenis van een mens, de mensenzoon, voor een mens in de plaats getreden, tussen treder en borg. Mag het ook voor de kleine Auke zijn, als die volgende week hier bij leven en welzijn gebracht mag worden onder het zegel van uw waarheid. Heren, gedenk zo het kind, de ouders, de familie, de gemeente daar rondomheen. Gedenk ook mevrouw Bolle van de Maas, die morgen naar het ziekenhuis gaat om geopereerd te worden, een nieuwe knie. Wij hebben geen steun meer. Alles slijt hier. Heren, bij u is er uitkomst. Mag de stevigte gevoeld worden in de talenten van de dokters. Mag daar in uw hand worden opgemerkt, opdat er een reden is om, als dit mag lukken en goed komen, als mevrouw weer mag komen te lopen, dat haar tred zal zijn als een gelijkenis van het wonder van hem die aan het kruis gehangen, geen grond meer onder de voeten, zweefde tussen hemel en aarde. Heere, schenkt u het, uw zegen tot eer en tot roem, tot vorming van beeld en gelijkenis. Doet u het, Heere, ontfermt u zich zo over deze wereld, de volkeren, de machthebbers, de oorlogen. Ontfermt u zich over de aanslagen, over datgene wat er woedt en heerst, over de verzuchtingen van mensen. Gedenk zo, Heere, in alle mate uw volk Israël, te midden van een wereld. Zij waren voorop om gelijkenis te zijn van uw koninkrijk. Geeft u het ons mee om die taak te volbrengen, om zo in gehoorzaamheid een zichtbaar, levend teken te mogen wezen, wat getuigt van u en uw koninkrijk. Zou u het willen doen, Heere, om reden van uzelf. Hoor en verhoor ons zo, enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte Psalm 97, daarvan het vierde en het zevende vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Wie dat mens beeld weer. En ook het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht. Ziet u het aangezicht? Jezus keek u vanmorgen daarmee aan, opdat zijn glans u het aangezicht zou doen lichten. Psalm 97, vers 4 en 7.
gemeente, gaat u heen in vrede, draagt u de zegen van de Heere met u. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.